staan hier voor een foto-expositie van alle Woerdense evenementen die helaas dit jaar niet door zijn gegaan door alle maatregelen. Maar wij vonden het heel mooi om een ode te brengen aan de Woerdense evenementen door een foto-expositie te maken waarbij we originele foto's voor een leeg evenemententerrein hebben geplakt. En dat willen we exposeren hier op het Kerkplein. Het blijft sowieso een maand staan en alle Woerdense evenementen die niet door zijn gegaan hebben een mooi plekje gekregen op deze doeken hier achter mij. Deze foto-expositie is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Woerden en een aantal bedrijven in Woerden die hebben gesteund. Bijvoorbeeld Jacco Casius die heeft de doeken gemaakt. Arjen van Boom heeft de foto's achter mij gemaakt, de huidige foto's. Hans Pieters heeft de foto's gemaakt van de evenementen. VSH heeft de hekken geregeld. Wie staat er meer op? CVO Events, Purple Haze. Drukwerkstudio hebben er allemaal voor gezorgd dat dit hier tot stand is gekomen. Nou, Mark en ik gingen op een vroege ochtend op pad om te kijken, kunnen wij de foto's in real life nog een keer maken met het origineel in beeld. We zijn eerst begonnen om dat in beeld te laten zien, uiteindelijk ging dat niet. Dus wat we gedaan hebben, we hebben alle originele erbij gepakt en we hebben geprobeerd om op dezelfde plek de foto nog een keer te maken. En die hebben we later in Photoshop zodanig geplaatst dat het ook echt net lijkt alsof die op dezelfde plek genomen is en ook exact is uitgelijnd met de originele foto. Waardoor het wel een mooi vertekend beeld geeft van de setting zoals die nu is, met de mooie setting van het evenement wat we nu dit jaar helaas moeten missen.